Hallo allemaal, vandaag laat ik jullie zien hoe je een distributiekettingspanner kunt vervangen van een 1805 klepper van Audi. Daar is dit kenteken, misschien handig voor u ter verificatie. En het motornummer is heel makkelijk te vinden in deze auto's. Daar staat gewoon met koeienletters netjes erin gestanst voor in de motor. Hoef je niks voor te verwijderen. Staat gewoon ADR. En ik wou dat iedereen dat deed. Maar dan was het een stuk relaxter. Zou het daarvan worden om even kijken een motornummertje te zoeken. Dan hebben we hier het hele zwekje al losgehaald. Even kijken. Hier zitten normaal bruggetjes overheen. Zoals die aan deze kant ook zitten. Lager bruggetjes. Hier zit de ketting. De spanner zit normaal hierin geparkeerd zo. Het is namelijk zo dat deze auto als een trekker klonk toen hij binnenkwam. En dat is ook wel begrijpelijk omdat deze spanner helemaal naar de tingeleting was. Als je goed kijkt zie je hier dat hij hier behoorlijk heeft lopen klapperen, ook op het aluminium. En zo klonk het ook als een felle tik in de motor. Die twee kleine spoortjes rechts, daar heeft de ketting overheen lopen rappen. Dan heb je hier de spanner zelf. Even kijken, daar hebben we hier het nylon glijvlak. Dat is gewoon helemaal ja, kapot afgeknapt. Dus die stukjes die liggen onderin het cutter of zijn inmiddels al het cutter uit met een vorige oliewissel of iets dergelijks. Is niet zo'n hele grote ramp als ze in de motor verdwijnen. Want de oliezeef houdt die stukjes wel tegen. Dus dat is niet echt boeiend. Wat wel boeiend is, is dat je even goed op de merktekens let dat de auto goed op tijd staat. Hier staat een klein pijltje op. En dat is ook wel heel mooi geregeld bij Audi. En als u goed kijkt, zit in het tandwiel een soort vierkantje. En dat zit u net ietsjes niet heel goed te zien. Maar dat is net als met de luchtbugs. Als je door de richtkijker kijkt, dan heb je aan de ene kant een korrel en aan de andere kant heb je zo'n ding waar je tussendoor kunt kijken. Daar komt het een beetje op neer. En als hij daar tussenin ligt, dan staat hij dus keurig op tijd. Andere kant, idem dito. Alleen die heb ik al verwijderd, het bruggetje. Dus dat is niet zo goed te zien. Maar misschien is het vierkantje wel goed te zien. Ja, hier kunt u dat vierkantje nog wel goed zien. Even proberen aan te wijzen. Voor de... Zo, daar zit hij. Als je goed kijkt. Nou, daar moet het pijltje gewoon in staan en dan is het goed. Dan hebt u hier nog één indicatie. En dat is wel op de pulley onderin. Dat is ook weer moeilijk te zien. Er staat een streepje staat erop. En dat kunt u nog wel zien. En er staat er net iets naast. Dus het is net iets van tijd afgesprongen. Maakt niet zoveel uit. Een streepje op de kap. Een pijltje. Dan moet u gewoon even goed schoonmaken. En wel even opletten dat u de onderste krukaspulley twee keer ronddraait. En de bovenste maar één keer. Dus dat wil zeggen dat als u even geen merktekens bovenin ziet, u ziet niet dat vierkantje in beeld, dan moet u gewoon de krukas nog één keer verder ronddraaien. Ik hoop dat u hier wat aan heeft gehad. Ik kon wel een filmpje maken van een uur lang, maar dat vind ik zelf ook niet zo heel handig als ik een uur moet gaan lopen scrollen, omdat ik de meeste dingen al weet. Dus ik hoop dat u aan deze info iets hebt gehad. En in de tussentijd, als u toch bezig bent, kunt u ook nog even de rest van de motor controleren. Dus deze auto heeft behoorlijk wat sludge afzetting zoals u ziet. Dan kunt u het nog even netjes weghalen. En dan is het een kwestie van de nieuwe spanner erin parkeren. En als de merktekens dan weer tegenover elkaar staan, dan is het gewoon weer goed. Dus even dit stukje speciaal gereedschap wat al bij de nieuwe spanner zit. Die haal je eerst even los. Die gebruik je dan eerst voor de oude spanner in dit geval. Straks haal ik deze weer los en dan gebruik ik hem weer voor de... Voor de spanner die ik al heb laten bezorgen. En dan zou ik hem in de tussentijd even in de bankschroef zetten en met demonteren. Dan blijft hij mooi in elkaar gedrukt. En dan met een doek ertussen. Zeg maar ongeveer zo. En dan zet u die spanner hier weer op. En dan kunt u de procedure in tegenovergestelde richting weer gaan volgen. En dan denk ik dat u hier meer dan wel genoeg geïnformeerd bent. Ik wens u allen nog een zonnige dag.